dagelijks HD. Duizend en één manieren om iemand op zijn bek te slaan. Yo mensen van Dagelijks HD, welkom bij een nieuwe Duizend en één manieren. En vandaag gaan we heel erg gezellig mensen vol op een smoel rammen. Dat kan natuurlijk op verschillende manieren. Want ja, dit is Duizend en één manieren. De tandjes gaan lekker in het rond vliegen. Dus hou je vast, ga lekker zitten, neem een drankje erbij. Niet te veel, want te veel drinken is niet goed voor je. Bier! En dan gaan we lekker kijken naar wat ik allemaal ga uitspoken in GTA 5. Let's go! Ik weet zeker, iedereen heeft het wel eens meegemaakt. Dan loop je zo gewoon lekker rustig op straat. En dan denk je echt zo van... Fuck, wat ben ik agressief vandaag. Niet normaal! Maar goed, Franklin, er is altijd nog hoop. Misschien kan je een anger management. Hey everybody, our new members here. Excuse me. En de volgende manier is voor mensen met een beetje atletisch vermogen. Hoppakee. En de volgende manier om iemand van zijn tanden te verlossen is van origine ontstaan door vrouwen die elkaar niet mochten en elkaar vervolgens helemaal de kloten in wilden slaan. Maar tegenwoordig is het zo geïntrigeerd in de samenleving dat eigenlijk iedereen het gewoon doet. En dan heb ik het natuurlijk over de bitch slap. Franklin staat te wachten op de stoep. Hij heeft een beetje honger. Eigenlijk heeft Franklin trek in een donut. Nu heeft Franklin een donut. Franklin is blij. De volgende manier om, ja, zoals het in Brabant zouden zeggen, om bakkers mee kapot te maken, is er eentje om te onthouden. En hier zit natuurlijk een klein verhaaltje aan. Want dit was, zeg maar, zo'n grote hype geworden. Dat het gewoon overal werd overgenomen, zelfs in de voetballerij. En ja, je raadt het natuurlijk al, ik heb het over de elleboogstoot. Niks gaat er boven een heerlijke elleboogstoot vol op de neus. Daar kan ik zo van genieten. Wat af en toe ook wel een leuk tijdverdrijf is, is om mensen van een metershoge brug tussen twee wolkenkrabbers af te mappen. Als je er tenminste op blijft staan. En dan nu even hoe het wel moet. What the fuck? Er zat echt zo'n dikke delay tussen. Echt zo van... Wauw, het is eigenlijk best wel mooi weer vandaag. En wow, het uitzicht hier is fucking mooi. Yo, dat mij dat niet is opgevallen. Oh, wacht. Die vent die had gewoon nog de tijd om 3 bakken koffie te zetten ondertussen, man. What the fuck? Nou, je het zegt, om even terug te komen op dat drinken. Kan je nou beter verslaafd zijn aan koffie of aan bier? Ja, koffie natuurlijk. Hey, weet je, ik heb geen idee. Volgende. En voor de volgende manier dacht ik, laat ik het dus gewoon lekker extreem aanpakken. Pak een vliegtuig, vlieg naar het strand en maak iedereen dood. Alleen het lukte zeg maar niet echt om iemand op zijn bek te slaan. Dus ik dacht, laat ik het nog een keer proberen. Maar ja, dat ging ook niet helemaal volgens planning. En dat was dan weer duizend en één manieren om mensen op hun bek te slaan. Ja, jullie mogen best klappen. Ja. Klappen, ja, inderdaad, snap je hem. Ja, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Ik had vorige week afgesproken dat ik vandaag een liedje zou schrijven, wat ik niet gedaan heb. Dus ik ga iets improviseren. Ik sla graag mensen op hun bek. Zo! Druk natuurlijk op het duimpje omhoog, daar worden we allemaal zo ontzettend blij van. En dan zie ik jullie volgende week weer met een keiharde nieuwe video. Dus mensen, ik zeg later en een fijne dag verder. Yo, give me something to dance to.